voorjaar dan beginnen we eigenlijk altijd met een drijfmestgift. Dat proberen we eigenlijk direct half februari te doen, zodra het mag. Dit jaar liep het allemaal even wat anders, omdat het hier best lang nat was. Uiteindelijk hebben we half maart een drijfmestgift kunnen doen van 25 kuub per hectare. Normaal dan doen we de kunstmestgift voor de eerste snede in twee verschillende giften. We beginnen dan met NTEC, dus een stikstof die met nitrificatie remmen, zodat we wel vroeg wat beschikbaar hebben voor het gras, maar zodat er weinig verlies optreden. Dit jaar konden we ook, omdat het nat was, laat meer het land op. Dus dit jaar zat er maar een week tussen de eerste en de tweede gift, puur omdat het te nat was om eerst te kunnen strooien, zeg maar. We hebben dit jaar voor het eerst ook gekozen voor een kali toegift bij de eerste snede van 125 kilo kali 60. We beginnen eigenlijk vroeg in het voorjaar ook altijd al met mollen vangen en dat blijven we de rest van het seizoen eigenlijk ook wel doen om het ruwe as in de kuil toch niet te hoog te krijgen en te zorgen dat er weinig zand in komt. De eerste snede die maaien we eigenlijk het streven is op een productie van 4 ton droge stof per hectare. Dus bij ons een beetje de grens, we willen wel graag veel en kwaliteit in de kuil. En bij 4 ton dan is het eigenlijk allebei wel realistisch. We laten maaien dan door de loonwerker en de loonwerker die maait op 7 centimeter. Dat doen we eigenlijk het jaar rond. Zo zit je eigenlijk altijd boven het groeipunt te maaien. Zo geven de zoden ook de kans om weer vlot door te groeien. Ons stukje van het gras zit toch niet de meeste voor kwaliteit in. En omdat we toch wel zuinig zijn op de grasmat, dan hebben we gekozen om op 7 centimeter te maaien. De laatste 5 jaar zijn we heel druk geweest met de wisselteelt, zeg maar. De meeste percelen hebben, of eigenlijk alle percelen, zijn niet ouder dan 5 jaar. Het grasbestand. Dat doen we dan 2 jaar maïs en daarna weer inzaaien met grasland. Dit ook een beetje om te voorkomen dat er verkeerde grassoorten in het grasbestand komen. Als we wat ridderzuring hebben, dan pakken we hem eerst met de kwad. Op het moment dat er te veel onkruid in komt, of wat paardenbloemen of iets, dan laten we hem helemaal spuiten. Afgelopen jaren hebben we toch al een paar keer wel best last gehad van droogte. En dat heeft ook wel zijn invloed gehad op bepaalde percelen met de zoden. Voor de vierde snede hebben we 12 hectare moeten spuiten tegen paardenbloemen. En hierdoor kwamen ook best wel wat open vlaktes erin, ook door gras die er gewoon doodgedroogd is. Die hebben we na de vierde snede hebben die doorgezaaid en dat staat er nu goed bij. Sinds juli hebben wij een bevloeiinstallatie gekocht. We hebben intensieve bedrijven, dus al het ruwvoer dat we produceren, dat zijn we eigenlijk ook nodig. En we zien ook wel van elke keer als de droogte erin valt, dat geeft toch een beste knal mee aan de zoden. We hebben gekozen voor een bevloeier omdat wij overal eigenlijk sloot omheen hebben liggen. En toch om die, niet zozeer om echt extra productie te halen, maar meer zodat de zoden intact blijft. En als het dan gaat regenen, dat we dan ook vlot weer nieuw gras hebben. Bij het kiezen van een graszaadmengsel, de laatste keren hebben wij gekozen voor een mengsel van de Agrifirm. Die heeft van verschillende veredelaars de beste grassen geselecteerd om die te gaan zaaien. Een deel van ons land die heeft ook klaver erin. Dit om toch het ruwe eiwitgehalte in de kuil iets hoger te krijgen. Op die percelen hoef je iets minder kunstmest te strooien en die kun je op andere percelen juist weer gebruiken. Op het moment van rassenkeuze dan vinden wij het toch wel belangrijk dat de rassen aardig kroonroesbestendig zijn. Ik vind het ook belangrijk dat hij voor in het jaar veel gras produceert. Want het gras van de eerste en de tweede snede kun je over het algemeen heb je daar iets meer aan dan van de latere snedes. Ja, we weiden de koeien ook. We kiezen er bewust voor om waar de koeien geweid hebben, die willen we absoluut niet in de kuil hebben. Want de kuil die is voor de melkkoeien, die willen we smakelijk houden. En mest in de kuil, dat is toch niet bevorderlijk. De zelen die we weid hebben, die maaien we op het moment dat het meerdere dagen achter elkaar droog is. En die proberen we te hooien, maar in ieder geval zo droog mogelijk in de balen te krijgen. En dit is een mooie structuuraanvulling ook voor het jongvee.